Welkom op dit transformatiecongres. Een beetje terugkijken, een beetje blij zijn met wat we hebben bereikt. Rotterdam is ontdekt. We mogen daar ook trots op zijn. Rotterdam is succesvol. Maar we hebben wel hele mooie gebouwen gemaakt. De Markthal, de Rotterdam. Maar we hebben misschien wel iets te veel gebouwd. Iets te veel kantoren gebouwd. Er is in Rotterdam in de afgelopen jaren meer dan 200.000 vierkante meter kantoren getransformeerd naar nieuwe functies. Dus als de doelen behaald zijn, maar als de leegstand nog groeit, dan moet de ambitie omhoog. Er moet een enorme dans ontstaan. Wie is daarvoor? Ja. We willen verder met het kantorenloodsprincipe. Hoe ga je om met gebieden? Is de financiering niet een probleem en moet daar niet wat ondersteuning ontstaan? We willen kijken naar die regelgeving. En natuurlijk moet je elkaar vertellen wat je hebt gedaan, wat er aan de hand is en wat je gaat doen. Transparant zijn. Maar bij deze wil ik wel heel graag de uitkomsten van de evaluatie overhandigen. We hebben een nieuwe transformatieaanpak van kantoren. En als je hem omdraait, de nieuwe transformatieaanpak van winkels. Bij u zit de kennis, de kunde, de inventiviteit om met oplossingen te komen om mooie transformatieprojecten voor elkaar te krijgen. En dan, als het goed is, komen we in april terug en kunnen we dan vervolgens piketpaaltjes slaan voor de komende jaren om op een nog mooiere manier om te gaan met het invullen van leegstand in ons prachtige Rotterdam. Onze grootste uitdaging de komende 10 jaar is transformatie en revitalisering van bestaande gebouwen. We hadden bedacht dat dit de straat is, dat dit Rotterdam. Dat is Zuid en dat is Noord. En als we nou door die straat lopen, wat zien we dan? En samen met u wil ik de komende 3 kwartier met Robert een gesprek voeren. Ik geef het woord aan Gert-Jan Beesman. Goedemiddag. Dank u wel. Het werd duidelijk dat het moest bestaan uit 3 pijlers. Het transformeren, het herbestemmen, het revitaliseren. Zelfs voor de gein een deftig woord voor renoveren. Ja, nou, totdat ze het onderwijs ingaan, want dan bang! Dan moeten ze allemaal hetzelfde systeem in uit 1880 om te worden opgeleid om allemaal hetzelfde te zijn en hetzelfde te doen. Wat hebben we nodig voor als ondernemer morgen? Dat is eerlijkheid. Je zaken goed doen, de zaak niet naaien, leveren. En als we dan eens om ons heen kijken, weet je... Ik vond het wel inspirerend. Vooral Ronnie Overgoor, die was heel erg goed. En hij slaat de punten precies, weet je wel, zo erbovenop. Ja. Hij heeft het echt over verandering. En dat we er vandaag lachen om hoe het nu is, dat is heel logisch. En transformatie is niet alleen een woord volgens mij. Ik vond het verhaal van FGH vond ik erg sterk. Over hoe je goed naar zeg maar, flexibiliteit in concepten kan kijken om te zorgen dat je daarna ook kan financieren. Duurzaamheid en transformatie begint bij jezelf. Dus als we dat, en daarom vind ik het ook fantastisch dat we hier vandaag met zoveel zijn. En we moeten gewoon de business cases opzoeken. De boodschap is, denk ik, dat wij onze manier van denken moeten veranderen. En ons zo met vraagstukken van renovatie en veranderingen van gebieden en gebouwen moeten omgaan als architecten of ontwikkelaars.